Programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Vandaag in Dommeland Live zou normaal gesproken Geert Hoes hier staan. Geert is echter weggeroepen, want hij is voor werk naar het buitenland ergens ver weg. Helaas, maar ik moet het overnemen en ik denk toch dat het een leuke uitzending wordt, want we hebben onder andere te gast Nando Liebrechts. En Nando speelt de hoofdrol in Dr. Anders Down. Dat is een theatervoorstelling die door het hele land trekt. We hebben de keukenbaas op bezoek. En keukenbaas is een kookwedstrijd voor scholieren van groep 7 en 8. We besteden natuurlijk aandacht aan 4 oktober, Dierendag. En naast mij staat niemand minder dan Willy Beres, slager uit Liemden. En Willy Beres, hoeveel ben je geworden? We zijn vierde geworden, zo werd gezegd op de uitslag. Vierde geworden in de kookwedstrijd, de lekkerste bal van Nederland. Het is vandaag 3 oktober, welkom bij Dommeland Live. Willy, ja. Virus. Ja, virus, ja. Terecht. Helaas, ik kan de draai nog niet zo goed vinden vandaag. Ik ben nog een beetje down. Ja. Gisteravond de uitslag van de ballenwedstrijd gehad, de landelijke ballenwedstrijd. We waren niet 1, niet 2, niet 3. En de andere 10 of de andere 7 van de finale deelnemers, die zijn allemaal vierde geworden. Ja. Was terecht de uitslag? Ja, daar mag ik het nooit mee eens zijn natuurlijk. Okay. Wij willen winnen. De tweede plaats, de derde plaats, daar zou ook al heel mooi geweest zijn. Ja, ja. Het is eigenlijk een beetje teleurstellend. Je gaat vandaag een beetje een tipje van de sluier oplichten van hoe je nou een lekkere bal kunt maken. Ik ga vanavond alle geheimen prijsgeven. Ik ga hier met vers gehakt ballen draaien, bakken en laten proeven. Nou, komen we straks bij jou terug. Gaan we eerst even naar het eerste onderwerp. Ja? Draai ze. Oké. Okay. Ben ik er al? Ja, ik ben er al. Ik zit. Ja. Bij mij op de bank Nando en Sanne. Nando, ik heb begrepen. Ik heb trouwens een stukje van jou gezien. Jij kan geweldig acteren. Dankjewel. Ja, dat meen ik uit de grond van mijn hart. En ik weet, ik heb gehoord dat jij fan bent van goede tijden, slechte tijden. Ja. En met name van... Ja, ik kan heel veel... Bijvoorbeeld, wie woont er in Boksel? Geert Hoes. Nou, Geert Hoes zou hier normaal gesproken zitten. Maar ik heb een verrassing voor jou. Ja. Als het goed is. Woordspeling. Als het goed is, hebben we verbinding met Geert in Boekarest. Zullen we eens kijken of het lukt? Of hij iets tegen jou kan zeggen? Is goed. Eens even kijken. Geert! Ja, hallo. Hey, Geert. Hoor je mij? Ja, wat leuk, man. Ja, hoi. Hoi. Hoi, ja, we hebben een beetje vertraging op de lijn, Geert. Ja, we hebben een beetje vertraging. Hoe is het met je? Ja, bij mij is het heel erg goed. Ja? Ik vind het wel heel erg jammer dat ik er vandaag niet bij kan zijn, want dan wil ik jou heel graag even zien. En dan opslagen met elkaar, maar ik kan het ook nog een beetje doven. Ik heb een klein vraagje op jou. Ik ben eigenlijk opgerust. Maar ik ben ook eigenlijk... Hier. Ah! Hey! Dat is een verrassing, of niet? Kom, ik kon hier niet in zitten. Nee. Hoe is het? Ja, goed. Ja, het kon natuurlijk niet. Hallo. Hoi. Ik wilde natuurlijk hier zijn, dat snap je wel. Ja. Als jij eindelijk een keer bij ons in de show bent, ja, dan wil ik het wel zelf presenteren. Ah! Wat dacht jij? Hij scheert het niet. In Bokstel. Dan kom je altijd lekker broodjes eten, hè? Ja, klopt. Ja, dan hebben we altijd heel veel lol. Ja. Hé, maar je gaat in een toneelstuk spelen. Ja. Ga je mij opvolgen in één keer? Ik hoop het wel. Ja, hoe is het zover gekomen? Heb je auditie moeten doen? Of hoe is het zo gebeurd? Ja, ik heb auditie gedaan. Dat was 1 van de 50. Ja. En, En ik was op een gegeven moment laatst binnengekomen en daardoor had ik ook andere iemand ontmoet. Yeah. Rutger doet ook aan mij, die is mijn vriend, Tom. Yeah. En op een gegeven moment toen we elkaar zagen,
greep het in de knik en ze dacht van, dit moeten ze samen kunnen doen. Ja. En in eerste instantie hadden ze bedacht twee Lucassen, eentje is de oudere en eentje is de jongere. Dat was in eerste instantie, maar ze dachten van, nee, ze gaan hem niet doen, omdat we meteen een klik hadden. Hadden ze bedacht van, één speelt Lucas, en eentje speelt dan mijn boezemvriend Tom. Ja. Ja, en we zien je in één keer overal, hè? Ja. Ongelooflijk, want ik zat zelf voor televisie te kijken en toen dacht ik, nu ben ik fan van jou. Hey, voordat wij verder gaan praten, want ik ga het gewoon overnemen, Roel. Zeker wel. Super dank. Ik ben voor blij deze verrassing. Dat ik vanaf ben. En voordat wij verder gaan praten, ga ik met jou praten, gaan wij eerst even kijken naar een filmpje van jou. Oké. Okay. Ja, leuk. Ah, leuk. Yes. Oh, oh. Je toonde een kracht, man, je had zoveel moed. Was niet te verslaan, hé, hey, wat deed je het goed. Gepest, getest, maar jij bleef overeind. Jij zorgt dat dit vooroordeel nu verdwijnt. En kijk hem daar staan, kijk, kijk, hij lacht. Dit had toch niemand hier ooit meer gedacht. Zoals je daar staat, het is een levensles. Het is nooit meer no, maar altijd yes. Yes. Hey, beste broer, hoe heb je het geflikt? Je leek voor dit leven totaal ongeschikt. Waar je nu staat. Wauw. Hoe is dat om jezelf zo te zien? Super bijzonder. Ja? Ja, echt. Hey, en een ander voor de mensen thuis, hè, die het misschien niet weten. Maar waar gaat het toneelstuk over? Dus de toneelstuk gaat over een jongen, een Spaanse jongen, die heeft zichzelf syndroom van Down. En heeft zichzelf universiteit behaald. En eerst wel ook... Dat is er ook op gebaseerd. Maar het is ook. Er gaat eigenlijk ook een beetje. Het is ook waar gebeurd. Mm-hmm. Het gaat over een jongen die naar de universiteit wil. En dat de vader eerst dat niet tegenkomt om een kind te krijgen met het syndroom van Down. Yeah. En er zijn twee dromen van Lucas, wat hij graag zou willen: de universiteit in. En een vrouw tegenkomen van zijn dromen. Yeah. En een ervan is het gelukt, is de universiteit, maar de andere dus niet. Dus een vriendin. En ja, er zijn ook wel wat scènes van ik heel erg leuk vind te doen. En het gaat ook wel een beetje over de broer, yeah. Die is jaloers op alle aandacht wat hij krijgt. En even later, hij wordt ook gepest door de klas. Yeah. Er zijn twee mensen die voor Lucas opkomen. Tom en Eva. Yeah. En Tom die sleurt Lucas mee. Van kijk eens wat je hebt, kijk eens wat je bereikt. Yeah. En dat doet Eva ook weer, maar op een andere manier. Yeah. En ja... We kunnen nog heel veel over vertellen. Ja. Maar het is ook wel spannend om het een beetje geheim nog te laten natuurlijk. Ja. Want dan weten mensen nog niet helemaal waar het over gaat. Ja. En je vertelt dat, syndroom van Down. Dat heb jij ook. Kun je vertellen wat dat precies betekent? Syndroom van Down betekent dat je van de buitenkant zie je ook wel een beetje de ogen heel anders staan. En ik heb ook een andere gehemelte, waardoor het moeilijk is om netjes blijven te articuleren, dat sommige mensen moeite hebben om jou te kunnen verstaan. Ja. En ik heb ook slappe spieren, korte armen en benen. Ja. En ook van de binnenkant is ook om. Het zit eigenlijk in mijn hoofd van moeilijk om dingen te leren. Ja. Hey, wat dacht je? Je had auditie gedaan, je kreeg die rol. Wat toen? Wat dacht je toen? En daar bij mezelf van, yes, mijn droom. Mijn droom komt uit. Ja, is dit je grootste droom die je hebt? Ja, dus ik heb ook een andere, allergrootste droom.
Ik weet dat het niet reëel is, maar ik wil heel graag om in goede tijden weg thuis te hebben. Ja, dat heb je al zo vaak gezegd. Ja, ja, dat zou ook helemaal cool zijn natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja, super vet. Ja, Sanne, ook leuk dat jij er bent. Ja, dankjewel. Jij speelt het droommeisje van Nando, begreep ik, hè? Ja, van Lucas. Van Lucas, ja. Vertel. Ja, zij is een klasgenoot van hem op de middelbare school. En eigenlijk ziet zij niet in waarom de rest van de klas zo tegen hem is. Ze zijn vrij fel daarin. Mm-hmm. Echt ronduit naar. En Eva is dan een meisje die het enorm voor hem op gaat nemen. En en ook in gaat zien dat hij eigenlijk heel intelligent is. En dat mensen hem echt zwaar onderschatten. Ja. En hoe was het voor jou? Hoe is het voor jou überhaupt, dit traject van deze voorstelling waar je nu naartoe leeft? Ja, bizar. Sowieso is dit mijn eerste professionele baan in het theater, zeg maar. Dus dat is sowieso allemaal al nieuw. Ja. En daarnaast natuurlijk het werken met de jongens. Ja, het is niet iets wat je elke dag meemaakt. Ik heb tot nu toe nog nooit iemand in mijn directe omgeving gehad met Down-syndroom. En ik wist er ook niet zoveel vanaf. Dus dat is nu ook wel heel erg veranderd en dat is heel fijn. Ja. Ja. Dus je zegt je eerste professionele baan. Want waar heb je gestudeerd? Lucia Martas. Oh ja. In Amsterdam. Ja, Amsterdam. Kijk. Ja, en als het goed is, we hebben nog meer beelden. Dus hebben we ook nog beeld van jou. Kijk. Ah, spannend. Mooi, hé. Dankjewel. Hoe is dat zo? Om je het er zelf te zien dan? Ja, toch een beetje gek. Ja, ja, ja. Het duurt dan heel lang voor mijn gevoel. Ja. Hey, we zeggen iedere keer toneelstuk, hè? Maar ik zie ook heel veel muziek. Is het meer muziektheater of echt een toneelstuk? Hoe moet ik dat... Hoe het wordt gepresenteerd is filmisch muziektheater. Ja. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van film in de voorstelling. Dus er staan op de achtergrond echt levensgrote schermen. Ja. Waarop een deel van de voorstelling, denk ik, een derde of iets dergelijks, is eigenlijk toch wel op beeld. Dat hebben we van tevoren opgenomen. En dat ondersteunt wat er op het toneel gebeurt. Dus er wordt wel ook op het toneel gedanst. Maar bijvoorbeeld dan tegelijkertijd op de schermen zie je ook dans. Ja. En dat heeft een interactie. Ja. Heeft het traject jou nu, want je vertelde net al een beetje erover, op een bepaalde manier ook veranderd? Voor jouzelf, deze voorstelling?
Ja, nou ja, ja, wat ik zei, met de jongens natuurlijk. Ja, iemand met Down in je omgeving, dat maak je niet elke dag mee. Nee. Dus dat is wel echt, echt heel gaaf geweest. Maar ook ja, het feit dat het mijn eerste productie is. Alles is nieuw. Ja. Aftasten. Ben toch in het begin een beetje de kat uit de boom gekeken. Van hoe werkt dit allemaal, weet je wel, ook in theater. En nu met toeren wordt het ook weer een nieuwe ervaring. Ja, want jullie moeten heel het land dadelijk door, hè, Nando? Ja. Hoe zie je het voor je? Ja. Dan zie je, blijf je, heb je ook mensen om je heen, de cast, ja, zo over 49 mensen gaan dan mee. 49? Zo ongeveer, ja. Echt? Ja, met de regie, de crew, de cast, de, al die dansers van Lucia Martas die meedoen met al die, wat ze zelf zeg maar, creëren. Ja. De regisseur, de iemand die dit heeft geschreven. Licht, geluid. Ja, licht, geluid. Ja. Gewoon echt best veel mensen. En bij hun voel ik me echt thuis. Mijn nieuwe familie. Zo voel ik me echt. Dat vind ik zo fijn en zo bijzonder. Ja. Dat ik met deze mensen mee mag doen. Ja, maar het is ook wel echt een prachtig mooi stuk, hè? Is het zeker? Ja, en het is gebaseerd, hè, op het leven van Pablo Pineda Ferrer. Ja. Kun je vertellen wie dat precies is? Dus gewoon een man, ook met syndroom Down. Maar dan ook iemand die zelf universiteit behaald heeft. Ja. En met de hulp met zijn ouders en met zijn broer en andere mensen die hem helpen. En ja, en dus ook daarop een film gemaakt. Ja. De naam heet dan Yo Damien. Ging over zijn echte leven. En zo heb ik dus gezien. Ja. En het was toch wel heel indrukwekkend om te zien. En ook om te zien van hoe, ja, kun je niet echt zien, maar dan heb je toch het gevoel, dan merk je ook van hoe zijn leven, zeg maar, is. Ja. En ja. En ja, want we hebben hem ook gezien en zelf ook ontmoet. Heb je hem ontmoet? Ja, bij de première. Echt? Was hij erbij. En hoe was dat dan? Dat was heel leuk. Ik dacht echt bij mezelf van, ik zie mezelf. Echt waar? Dat heb ik wel eens gehad, ja. Oh, wat grappig. Ja, maar hey, wat heb je hem nog een vraag gesteld? Ik wil ook wel doen, maar hij spreekt Spaans, dus dan kun je hem niet volgen. Ja, ja, dat is vrij lastig, dat is moeilijk. Ja. Heel goed voor jou. Hey, Sander, en voor jou ook, Nando, hè? Er is natuurlijk enorm veel tekst wat je moet leren. Hè? En ik kan me voorstellen, ik ken het zelf, het is niet altijd even makkelijk. Is er dan ook een souffleur of zo? Voor als er iets misgaat? Nou, we hebben tijdens de repetities wel regelmatig iemand van bijvoorbeeld de regie. Yeah. Die dan af en toe insprong als wij het niet meer wisten. Yeah. Maar dat is nu niet meer het geval, nee. We moeten het gewoon echt kennen. Maar dat is eigenlijk bij niemand echt een probleem op het moment. Yeah. Ja. Hey, Nando, waar gaat dit eindigen met jou? Waar kijk je het meest naar uit? Je hebt nu dit en je zegt goede tijden, maar... Ja, ik wil zelf graag in goede tijden komen nog steeds, omdat het toch wel iets is wat mijn absolute allergrootste droom is. Ja, ik zeg het echt heel vaak, omdat ik dat echt heel graag wil. Ja. Maar aan de andere kant denk ik ook van wanneer dan nou hier van het tweede seizoen met deze mensen. Ja. En dan wil ik ook heel graag doen. Want met deze mensen voel je toch wel dat je toch wel je gevoelens kan delen wat je voelt. Ja. Yeah. En bijvoorbeeld, want ook met momenten geweest dat ik even zelf, was tijdens de repetities, even moest slikken, omdat het toch wel moeite was. Dat was bij een stuk, ja, ik ga daar niet echt daarin verklappen, was een stuk, een soort recap. En dat was even, moest ik even slikken, omdat echt in mezelf kwam. Ja. En er zijn echt heel veel mensen die naar me kwamen. Sander kwam dan ook en de andere, Rutger en de andere. Ja. En een paar anderen. En ik deel met dat mijn gevoel. En
dan vond ik het zo fijn om dat gevoel nog wil behouden. Dus wat ik deed is een knuffel geven aan Sanne omdat ik dat gevoel wil behouden. Yeah. Zo fijn gevoel en zo prettig. Maar ook wel heel knap dat je op dat moment jezelf wel weer herpakte. Ja. En gewoon heel professioneel daarna doorgaan. Want het was even moeilijk. Ja. Je moest even slikken. Het was echt een moment waarin iedereen een spanning voelde van gaat dit lukken nog de rest van de dag? Ja. Maar daarna gewoon onverstoord door. Ja. En dat is echt iets waar daar heb ik echt versteld van gestaan. Ja, ik vind dat ook zo hot, omdat het een musical is. En een musical moet je proberen professioneel te dragen. Ja, en jullie zijn ook, het is echt niet normaal hoe professioneel die twee zijn. Ja, echt serieus. Yeah. Ja. Hey, wat, Sanne, we zagen net al een prachtig mooie solo van jou. Wat is een van de mooiste stukjes in de voorstelling voor jou? Ja, dat ligt er een beetje aan wat je smaak is. Ik zing zelf het liefste. Dus ik denk dat mijn voorkeur uitgaat naar een van de twee liedjes die ik zing. En welke van de twee, ik voel ze allebei zelf. De een is Engelstalig, de ander is Nederlandstalig. En dan is het meer aan de smaak van het publiek wat mooier zou zijn. Dat verschilt denk ik per persoon. En hoe is dat voor jou? Want dit is, je zegt mijn eerste echte productie. Ja. Het lijkt me best wel spannend om dan gelijk ook met zo'n solo gelijk in de diepe gegooid te worden. Ja, zo voelde het ook wel een beetje inderdaad, in het begin vooral. Wat wel heel fijn is voor mij is dat het ensemble bestaat uit leerlingen van Lucia Martas. Mm-hmm. En dat zijn mensen die ik al ken. Ja. En Lucia zelf ken ik natuurlijk en die heeft zich er ook mee bemoeid. En het was voor mij een hele fijne brug om op die manier... ik werd niet echt begeleid meer door Lucia, want ik ben daar gewoon weg en klaar. Mm-hmm. Maar het is toch wel fijn om een beetje die familie dan ook daar te hebben. En dat zorgde ervoor dat ik heel makkelijk voor mijn gevoel erin ben gerold. Ja, het voelt ook als een beetje thuis. Ja, precies. Ja. En hoe zien jouw toekomstdroom eruit? Ja, het liefste word ik toch zangeres. En ik zou heel graag zelf muziek schrijven en een album uitbrengen. En dat zelf componeren en doen. Ja. Ja. En nog even een korte vraag, want de productie Ivonie is nou produceert het volgens mij, hè? Ja. De voorstelling. Hoe is het om met hem te werken? Bij hem voel ik me ook, ook een soort gezinslid. wat hij zelf ook eerst zei bij een andere programma, Tijd van Nacht, dat ik en Rutte de verrijking zijn van zijn leven. Dat vind ik ook heel fijn om te horen. Ik vind me toch wel mijn mannetje om bij Ivo te zijn. Yeah. Want ik vind het ook wel eens zeg van dat hij iets doet wat openheid. En hij heeft ook vertrouwen in dat dit echt goed gaat, worden. Dan voel je bij hem toch wel ook wel van dat hij trots is hoe wij dit met z'n allen. Dit laten we zien aan mensen van denken van er is niet in de wereld dat je denkt aan onmogelijkheden op een mensen met een beperking. Het over de mogelijkheden. En dat willen we graag aan die mensen laten zien. Ja, fantastisch. Vind ik een hele mooie uitspraak van jou. Dankjewel. High five nog een keer. Ik kom zeker kijken naar je. Oké. Ja? Ja. En naar jou ook. Leuk. Lief dat jullie er waren op de bank. En wil jij thuis nu meer informatie? Ik zou zeggen, neem even kijken op onze website www.omroepdommeland.nl. Dankjewel. Dankjewel. Blijf nog even zitten. Ik ga naar onze Wil. Want Wil die is natuurlijk nog steeds druk bezig met de gehaktballen. Ja, Wil, ik had je ook nog niet gezien. Ik ben nog niet echt begonnen, want ik zou graag wel even uitleggen hoe ik hakballen maak. Ja, hoe dat je in een wedstrijd belandt. Ik wil eigenlijk eerst weten van jou. We hebben het altijd wel over die gehaktballen, maar van waar die voorliefde voor die gehaktballen? Voorliefde voor gehaktballen. Het is een puur slagersproduct. En een product waar iedereen van grootmoeder, van moeder nog kent. Wel lekkere gehaktballen op bord. Ja, dat wil iedereen eten. En waarom zou je geen reclame maken over een product waar bekend is. Ja. Als je er meer van kunt verkopen, dat is alleen maar mooi. Eens. Ja, je gaat voor ons een gehaktbal straks bereiden. Ik vind het altijd heerlijk als ik een beetje mag proeven. Ja, dat gaat ook gebeuren. Waar moet een goede gehaktbal aan voldoen? Een goede gehaktbal moet voldoen, in mijn ogen, het moet puur varkensvlees zijn. Dus geen half om half?
Nee. Rundvlees, dat past eigenlijk niet bij gehaktbal. Net als bij een worstelbroodje. Dat moet lekker mals gehakt zijn. Mm-hmm. Rundvlees maakt het al een beetje stugger. Droger. Wij moeten een lekkere, sappige, rulle, smaakvolle gehaktbal hebben. Ja. En puur varkensvlees. Niet te mager, niet te vet. Het moet zeker ook niet te mager zijn, want dan krijg je nooit een sappige bal. Dat is... Ja, die willen we maken, hè? Die gaan we maken. Wat ben je aan het doen? Want je bent hier al een beetje aan het voorbereiden. Ik ben een beetje aan het voorbereiden. Het pannetje staat al warm te worden. Ja. Ik heb hier varkensvlees, gehakt, gedraaid, klein verkleind. Ja. En als wij gehaktballen maken, doen wij daar een eitje bij. En we doen er paneermeel bij. Mm-hmm. En we doen er kruiden bij. Mm-hmm. En ik zei zojuist... dat ik alle geheime prijs zou geven, maar ik wil toch een klein beetje... Waar zit in die kruiden natuurlijk? Ja, er zit in de kruiden en in de bewerking. Het is bijvoorbeeld ook van belang, hoe lang meng je gehakt? Hoe langer dat je mengt, hoe steviger dat je wordt. Hoe meer dat het vlees gaat kleven aan elkaar. Oh ja. En als je dit bijvoorbeeld 2 uur zou laten mengen, dan moet er wel zout bij zitten. Ja. Dan krijg je een gummibal. Ja, ja, want dat zout onttrekt het vocht natuurlijk. En dat wil de jury niet. Maar vooral mijn klanten willen dat niet. Nee, maar ben je dan met die wedstrijd... ben je nou ook daar gewoon bij die wedstrijd zo het gaan staan te bereiden? Of had je het al van tevoren klaargemaakt? Nee, we mogen ze thuis bereiden. Mm-hmm. En we moeten ze opsturen naar het secretariaat van de wedstrijd. Dat is helemaal in Rijswijk. Ja. Dus daar moeten we best veel voor doen. Helemaal naar Rijswijk brengen. Ja. We proberen te poelen met een aantal slagers, dan hoef je niet allemaal apart naar Rijswijk te rijden. Ja. Het mooie was wel, de finale keuring, herkenden wij de mystery shopper, want die komt ook nog. Tussen de 2 keuringen in, komt er een mystery shopper, de ballen uit de winkel kopen. Dus ja, je moet wel zorgen dat je... Dat altijd goed is. Ja, dat je constant kwaliteit hebt op de wedstrijd en ook hetgeen verkoopt in de winkel. Ja. En deze keer herkenden we de mystery shopper weer. Want... Waar herken je een mystery shopper? Wij hebben een klein winkeltje, een gezellig winkeltje. En wij kennen bijna alle mensen. Misschien wel niet allemaal van naam, maar van gezicht wel. Ja. En als er dan zo'n snoes aan een vreemde snuiter binnenkomt, dan begin je meteen te denken, hé, dat zou je wel eens kunnen zijn. Ja. En mijn vrouw die zei, die was hem aan het helpen en die zei op een gegeven moment tegen hem, jij gaat dadelijk toch zeker niet naar Rijswijk? En mijn dochter die zat al in de auto om naar Rijswijk te rijden om mijn finale gehaktballen weg te gaan brengen. Ja. Dus die hebben we gauw teruggeroepen en de mystery shopper heeft zelf mijn inzending meegenomen. Echt? Ja. Yo. Mazzel, hè? Ja. En stel je voor, je wint zo'n. Je hebt de beste bal van Nederland. Wat doet dat met ja, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Het is echt een hele professionele wedstrijd. Ja. Er wordt heel veel aandacht besteed aan de marketing, aan de persberichten, mm-hmm. naar de media. Ik weet zeker dat de winnaar vandaag gebeld is door allerhande radiostations. Ja. Zelfs de Telegraaf heeft er aandacht voor, Omroep Brabant. En jullie hebben aandacht voor een kleinere versie van een winnaar. Hè? Is dat hartstikke mooi? Ik voel me uiteindelijk toch ook een beetje winnaar. Tuurlijk. Je kunt er iets mee en jij vroeg het, wat brengt dat teweeg? Ja. Het brengt heel veel teweeg. Ja. 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 Nou, ik kom zo weer bij jou terug. Ik ga bakken. Hè? Ga lekker ik ga bakken. Zie ik je zo. Oké. Ja, want wij gaan het hebben over keukenbazen. En bij mij op de bank, Leonie Smit. Dankjewel. Ja. Leuk dat je er bent. Van tafel 25. Ja. En Roos. En Vee. En Roos en Vee, vertel eens. Keukenbazen. Hoe is het? Het is een wedstrijd. Ja. Dan moet je een hoofdgerecht koken met allemaal regionale producten. Ja. Uit je buurt. En zo. En dat is om kinderen er bewust van maken dat ze gezond eten. Ja, want Leonie, als ze legt het een beetje uit zoals je... Jij bent ook betrokken bij het geheel. Ja, nou, de bedoeling was eigenlijk dat hier de kok zou zitten, maar die kon vanavond de zaak niet gemist worden. Dus vandaar dat ik het eigenlijk van hem overneem. Ja. Keukenbazen is een vrij professioneel iets waar Boksel vorig jaar voor het eerst aan mee mocht doen. Mm-hmm. Toen heeft de gemeente daar 25 uitgekozen om de kok te leveren. Nou, dit jaar ook weer.
Het is om kinderen in deze tijd, wat het assortiment heel breed en heel diep in supermarkten. Maar dat we ook tegenwoordig heel lokaal kunnen kopen. En dat we willen proberen om kinderen bewust te maken van een gezonde voeding. Ja. Nou, hoe kun je dat beter doen als groepen 7 en 8 nog vlak voor de middelbare school. Ja. Ze een gerecht te laten maken wat ze helemaal zelf moeten verzinnen. En dat ze zelf de boodschappen moeten doen. En zo gezond mogelijk en bij verschillende leveranciers. Ja. En vooral lokale. Ja. Leveranciers en lokale producten. Ja. Dan hadden we 8 inzendingen. En deze 2 dames die kwamen op alle fronten, op alle punten waar ze aan moesten voldoen, als best uit de bus. Wauw. Hé hey meiden, hoe kwamen jullie op het idee om mee te doen? Roos heeft mij in de zomervakantie gebeld. Want die had zo'n mailtje of zo gekregen. Dat ze mee konden doen en toen leek het wel leuk om dat te doen met mij. Leg ze het goed uit? Ja. Ja? Ja? En op welke school zitten jullie? Spelenleer. Spelenleer. En zijn jullie altijd al met koken bezig geweest? Of? Nee. Nee? Was dit eigenlijk de eerste keer? Ja. Het leek ons wel alleen, leuk om mee te doen. Ik bak wel heel vaak cakejes of zo. Oh ja? Cakejes. Cakejes? Ja. Ja, precies. Hey, en kunnen jullie eens vertellen over het gerecht dat jullie gemaakt hebben? Of is dat een groot geheim? Nee. Mag wel, hè? Ja. We hebben een aardappelwafel. Ja. En daarop ligt paksoi met rundersucade, toch? Sucadevlees. En bietenbitterballen. Bietenbitterballen. Hoe? Bietenbitterballen. Bietenbitterballen. Ja. Ja, van bieten zitten er bieten in en dan zijn er bitterballen. Oh. En alles helemaal zelf gemaakt? Ja. Ja. En vanwaar deze prachtige inspiratie, dames? We gingen naar allemaal. We hadden eerst iets bedacht, maar dat was niet regionaal. En toen gingen we eigenlijk naar allemaal van die biologische winkeltjes om te kijken wat er regionaal was, wat we wel konden gebruiken. Ja. Ja. Hey, en we hebben wat foto's. Misschien kunnen jullie vertellen wat we precies zien. Ik weet niet of ze de foto's hebben. Ze komen eraan. Wat zien we hier? Oh, hij zit zijn kop. Hij schuin. Wat zien we hier? En ja? Ik ben het vlees aan het afdeppen. Het vlees aan het afdeppen, oké. Okay. En moest je niet huilen toen je de uien moest snijden? Of heb je daar een trucje voor? Nee. Nee? In de volgende foto, wat zien we daar? Oh. Wat is dit? De aardappelwafel. Beslag. En dan doen we er zout bij. Ja, oké. Okay. En wat is dit? Dit is ons gerecht. Dit is het hele gerecht? Ja. Hé, hey, die aardappelwafel, hoe kwamen jullie daarop dan? Nou, we hadden aardappels, maar toen dachten we dat is misschien wel een beetje saai. Dus toen dachten we, aardappelwafels is ook al leuk en had Roos ook al eerder gegeten. Volgens mij, of niet? Oh nee, dat zijn die andere. Had Roos ook al eerder. Nee. Oh, dat was bij het andere gerecht? Dat was bij bietenbitterballen. Dat leek ons wel leuk. Hey, zijn jullie ooit hebben jullie ouders een beetje meegeholpen? Ik heb papa wel eens met koken. Oh, je hebt je papa wel eens, maar hebben ze jullie ook meegeholpen? Wel hoe ik een ui moest snijden, of een biet moest snijden, want dat deed ik niet goed. Maar voor de rest hebben we het wel veel zelf gedaan. Ja. Jullie hebben heel veel geoefend, hè? Ja. 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 En morgen gaan ze ook oefenen? Ja, bij tafel 25. Ja, want wat hebben Leonie, tafel 25. Wat is jullie exacte rol nou precies bij de keukenbaas? Onze rol is eigenlijk dat wij onze chef-kok, die is degene die de kinderen begeleidt in het hele programma. Dat is onze rol. Ja. En zij gaan mogen oefenen. En Raymond gaat ook zaterdag mee. Die gaat 2 keer nog met hen mee, want ze moeten nu 2 keer komen opdraven. Ja, woensdag toch ook. Morgen ook, maar morgen gaan jullie oefenen. Bij tafel. En hoe zijn jullie er dan ingerold? Of ben je ervoor benaderd? Vorig jaar heeft de gemeente ons daarvoor benaderd. Oké. Okay. Het bestaat al langer, maar Boksen heeft vorig jaar pas voor de eerste keer meegedaan. En je ziet dit jaar al dat veel meer scholen hebben gereageerd en dat er gewoon
veel meer inzendingen zijn als vorig jaar. Dus dat het gewoon ook steeds meer gaat leven. En ik denk dat het voor deze groepen zo vlak voor de middelbare school heel belangrijk ook is. Dat kinderen bewust worden van eten. Ja. Want hoeveel teams waren er in totaal dan? Hadden we 8 officiële inzendingen. Dus er waren heel veel inzendingen. Maar er waren 8 inzendingen die door mochten. Eigenlijk om uitgekozen te worden voor de finale. En dat zijn zij geworden. Ja. En was het een moeilijke keuze? Ja, het was best wel deze 8 inzendingen. Dat is ook misschien voor de leuke de mensen die dus de inzendingen die weten dat natuurlijk ook. Was het wel een lastige keuze. Ja. Ja. En waar lag het aan dan? Omdat ze bijna allemaal het grootste deel wel voldeed aan waar ze moesten doen aan lokale producten. De eigen gereidheid van de gerechten. Want het is ook wel heel leuk dat kindergerechten toch wel ja, heel anders zijn als dat wij iets zouden kunnen verzinnen. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, wat die kinderen allemaal verzinnen, ik zou het niet eens kunnen. dus dat was wel moeilijk. Er zaten echt geniale gerechten tussen. Tussen pennen, pasta, taart, helemaal met die pennetjes zo rechtop gezet. Maar toch waren zij uit al die inzendingen de beste. Ja, want jullie hoorden het, hè? Eergisteren of eergisteren? Vrijdag. Eergisteren. Ja, oh ja, vrijdag. Hoe hoorden jullie dat? Onze ouders stonden met bloemen op het schoolplein. Nee, we kwamen uit school. We kwamen uit school en toen, want onze moeders zijn op dezelfde dag jarig. En toen zei ze, de juffrouw wou ons feliciteren omdat we jarig waren geweest. Maar dat geloofde ik niet. Zeiden ze uiteindelijk dat wij al door waren na die finale. Wow. En toen hadden ze zoveel meer roos. Wauw. En wat voelden jullie toen? Nou, ik vond het wel leuk. Ik ook. Ja. En 7 oktober? Ja. Dus de grote dag, hè? Dat is de finale in Den Bosch. Samen met volgens mij 17 andere teams, als ik het goed begrijp. Nee, 16. Oh ja, jullie? 17 teams in totaal, hè? 17 teams in totaal. Je zei er net al, we gaan nog even ons een beetje voorbereiden. Hoe moet ik dat voorstellen? Je gaat nog even met chef-kok naar jullie gerecht kijken? Of ja, dat hebben we zondag toegedaan. Ja, ze hebben zondag al een meeting gehad, hè? Ja. Ja. En gisteren hadden we nog geoefend, toch? Ja. Ja, en toen hadden we nog even alles geoefend. En zondag hadden we ook nog geoefend. Oké. En morgen nog een keertje. Zaterdag een hele spannende dag. En donderdag ook gaan oefenen. Ja, en donderdag. Ja, en wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Met de finale? Hoe zien jullie dat voor jullie? Nou, leuk, denk ik. Maar ga je nog iets speciaals doen? Of ga je nog naast de goede voorbereiding die jullie met de kok gaan doen, ga je de dag zelf je nog voorbereiden? Of ga je extra vroeg naar bed toe? Of? Nou, extra vroeg naar bed kan niet. Nee, want we hebben boekenbal. Oh jee. Oh jee. Komt dat dan wel goed? Vast wel. Jawel, want horeca mensen gaan altijd wel wat later naar bed. Heel goed, Leonie. Dus goed. Dat komt met die dames helemaal goed. En Leonie, burgemeester Mark Buijs heeft ook iets met de keukenbaas te maken, begreep ik, hè? Ja, dat is eigenlijk, hoe noemen ze iemand, zeg eens? Want die komt ook nog, hè, de tweede keer dat jullie daar moeten zijn. Dus samen met de burgemeester. Hoe, daar komt er zo'n meneer? Ja, dat is de burgemeester. Maar wat heeft hij precies ermee te maken? De tweede keer, hoe noem je dat nou? Ambassadeur? Dat is ambassadeur van de keukenbaas in Bokstel. Oké. En die meneer, onze burgemeester, die heeft nog een boodschap voor jullie. Dag dames, goeiedag. Ik vind het heel erg leuk om jullie nog even te mogen toespreken. Ik heb begrepen dat jullie morgenavond bij Dommeland in de uitzending zitten. En dat jullie de laatste zijn die overgebleven zijn om mee te doen aan de grote kookwedstrijd. Jullie hebben inmiddels al heel veel mensen verslagen. Dus ik heb heel veel vertrouwen in dat jullie heel erg goed zijn. Ik weet dat de concurrentie uit de andere plaatsen groot is. Maar ik denk toch dat jullie heel veel succes gaan hebben. Succes daarom en veel plezier. Yes. Hoppa. Stel dat de dames winnen, komt het gerecht dan op het menu bij jullie? Ik denk dat we daar wel een hele leuke verrassing voor hebben, ja, als ze gaan winnen. Ja? Oh. Absoluut. Ze hebben wel een beetje gewonnen, hè? Ja. Nog wat leuke dingen voor de dames in petto sowieso en de burgemeester ook. Maar dat komt allemaal nog. Goed zo. Het wordt een spannende week. We gaan eerst op naar zaterdag. We gaan morgen nog een keer oefenen, dan naar zaterdag. Ja, komt helemaal goed met jullie. Ik wens jullie super veel succes.
Dankjewel. En je weet het, hè, als je dadelijk een echte... Je zijn al echte koks, maar dan moet je vlees natuurlijk bij onze slager halen. De beste slager. ik wens jullie heel veel succes en zet hem op. Dankjewel. Dankjewel dat jullie er waren. Dankjewel. Even zitten. Ja, Wil, ik kom weer naar jou toe. Hoe staat het ervoor? Nou, ik heb net het vlees vermengd met de ingrediënten die ik net opgenoemd heb. Ja. En dan krijgen we hier een lekkere, ja, een beetje stevige massa. Ja. Klaar om balletjes van te rollen. Ja. En een beetje te paneren, dat vind ik zelf wel lekker. En dan krijg je een lekker krokant korstje aan het gehaktballetje. Ja. En ja, dan kunnen we op het eind van de avond een beetje proeven. Is er nou nog een soort geheim met het bakken zelf? Of iets waar we rekening mee moeten houden? Of de mensen thuis? De boter moet goed heet zijn. Eigenlijk net als met een biefstukje. Ja. Dat het balletje, het vlees, dicht groeit. Ja. Dat er geen vocht meer uit kan. Dat al het lekkers in het vlees blijft zitten. Ja. En daar is het de eerste fase van het bakken. Lekker rondom bruin bakken in hete boter. Ja. En als dat gebeurd is, dan kun je eventueel een beetje water bij de boter gieten. Ja, ja. Deksel op de pan. Ik heb nou vandaag geen deksel hier bij die pan, dus ik blijf ze mooi rondrollen. Ja. Deksel op de pan, half uurtje laten staan. En dan heb je lekkere, bruine, gare gehaktballen en een lekker zuurtje meteen. Ja. Ja. Wauw. En ik zie, je hebt broodjes meegenomen? Ik heb broodjes meegenomen. Ja. Ik dacht, als ik hier dan toch aan het bakken ben, dan laat ik jullie ook meegenieten. Je weet wel met hoeveel mensen hier zijn. Ja, ik heb overal opgerekend. Dat maakt helemaal niet uit. Je hebt een slagerij, hè? Je hebt ontzettend veel in je vitrine staan. Ja. Maak jij thuis niet die gehaktballen of ook? Of doe je jouw vrouw dan? Nou, over mijn vrouw, daar kan ik wel echt iets heel leuks over vertellen, want... Wij maken gehaktballen op slagerij, dat gaan wij niet thuis staan te doen. Dat is onzin natuurlijk. Ja. Maar toen de finale ballen gebraden moesten worden, ja, lag ik met 40 graden koorts op bed. Ik zeg, laat die wedstrijd alsjeblieft. Ik doe volgend jaar wel weer mee. Nee. Ja, echt waar. En toen zei Verri, mijn vrouw, nou wil allemaal goed en wel, maar ik ga naar de slagerij en ik ga gehaktballen bakken. En, Jij hebt ze helemaal niet gebakken, die finale ballen. Jouw vrouw de heeft finale ballen hebben we samen gebakken, maar de eerste inzending, is een tweetraps wedstrijdje. Ja, ja. En als zij dat niet gezegd had, dan was ik hier helemaal niet geweest. Hè. Dan had ik geen resultaat geboekt. Nee, ja. maar wat vindt zij nou het allerlekkerste stukje vlees? Wat Ferrie het lekkerste stukje vlees, ja? een lekker stuk verse worst. Ja? Bij de stampot. Ja. En jij zelf? Ja, ik hou er ook wel van. En een biefstukje is natuurlijk hartstikke leuk en hartstikke lekker. Hè, maar dat moet je niet alledaags eten. Dat moet ook voor ons iets bijzonders blijven. Ja. Hè, dus een gehakt product. Even goed hoor, hartstikke lekker. Nou, ga lekker bakken. Ik ga bakken voor jullie. Ik kom zo bij jou hoor. Weer terug? Ja, prima. Zet hem op. Doe ik. Ja, en dan gaan we het over iets heel anders hebben. Namelijk over Werelddierendag. 4 oktober. Dag dames. Dag dame. Dag heer. We hebben de banken Jacques Nouwens, Brechtje van Uden en Kira en Nena. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Dankjewel. Ja, Werelddierendag, hé. 4 oktober. Best wel spannend. Ja. Toch? Ja, en jullie zijn van de kinderboerderij? Stichting Kinderboerderij Bokstel. Ja. Wat is jullie functie? Ik ben bestuurslid en ik heb vorig jaar een keuze gemaakt om externe contacten als mijn portefeuille te nemen. Ik dacht een kleintje te hebben, maar daar zat eigenlijk alles aan geplakt. Dus vandaar dat ik ook hier zit. Ja. En dat doe ik nou met 6 andere mensen. We zijn 7 mensen in het bestuur. Ja. Ja, wij zijn vrijwilliger. Wij doen boeren. Ja. Ja. 4 jaar? Al 4 jaar. Al 4 jaar? Ja. Wow. En hoe vinden jullie dat? Ja, we vinden het best gaaf. En we vinden het best leuk om met meer dingen te mogen als bij de... Ja, we mogen ook de kleine kaafjes. De microfoon, ja, zo bij ons. En dan mogen we eigenlijk meer dingen dan anders. Net als de babykaviaatjes. Die mogen wij nou wel knuffelen. En dan mogen we anders nooit. Wauw. Dat is toch wel heel bijzonder, toch?
Ja, en ik vertelde het net al, woensdag 4 oktober, hè? Dan is het Werelddierendag. Hoe gaan jullie dat vieren? Morgen is Paulien om 2 uur present op de kinderboerderij. En ook Brechtje en de kinderen. En dan gaan ze verrassingen maken voor de dieren die we hebben. En ze hebben heel wat in petto. Ik heb al begrepen dat de meiden ook al iets speciaals voor de varkens in petto hadden. Dus misschien dat ze dat kunnen verraden. Ja. Wij dachten dat we de varkens een fles gingen doen. Die ze konden omdraaien. Komt even iemand je microfoon doen. En dat we dat ze dan een beetje mee konden spelen. En dat er dan eikels uitvielen om op te eten. Oh, dat is wel heel tof. Wauw. Hey, en Brechtje, hoe is het voor jou om op zo'n dag op de kinderboerderij te zijn? Hoe ervaar jij dat? Ja, voor mij is het heel anders, want wij komen normaal altijd op zaterdag gewoon voeren. Yeah. Dus dan doe ik samen met de kinderen en nog een andere vrijwilliger. Dus dan doen we eerst alle luiken open, dames. En dan gaan we kijken in de lijst of er iets aan de hand is. En dan gaan we alle dieren, ook volgens een lijst, krijgen dan voer. En dan kijken of er eieren zijn. Die doen we dan rapen, hè? En dan kijken we altijd of er ook iets, als er iets aan de hand stond, hebben we bijvoorbeeld altijd een dier ziek was. En dan moesten we het bijvoorbeeld vangen. En Wim bellen, hè? Van, wat moeten we doen, Wim? Hè, dat we konijnen hadden gevochten wel eens een keer, weet jullie nog? En een keer de hanen. En dan zetten we ze apart. Wow. Hè? En soms kijken we ook of er al dieren geboren zijn. Dat is natuurlijk ook altijd heel spannend. Bij de baby eentjes. Bij de? Wat is er nou? Bij de baby eentjes. Wat was er bij de baby eentjes gebeurd dan? Die waren er een paar gepakt door de kraai. Ja. Oh jee, dat is wel zielig. Ik heb het gat gevonden waar de kraaien doorheen kwamen. Oh jee. Ja, en dan moeten we daar eventjes de plekken oplossen natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Wow, dat is wel een beetje zielig, hè? Ja. Hey, Jacques, bij de kinderboerderij, wat is de missie van de kinderboerderij eigenlijk? Nou, er is een hele moeilijke definitie voor gemaakt. Mm-hmm. Voor onze subsidie. Maar eigenlijk komt het erop neer dat we met name... Ja, eigenlijk is het zo dat de kinderboerderij een plek is waar heel veel genoten wordt van kinderen. Kinderen omdat ze zelf dingen meedoen. Mm-hmm. Je moet voor de aardigheid komen kijken. En als je ouders en grootouders met kleinkinderen ziet komen, dat is maar eigenlijk fantastisch. We hebben 10 mensen van Cello met een verstandelijke beperking die ons fantastisch helpen. Wij noemen dat onze Cello-kanjers. Mm-hmm. Dus eigenlijk komt het erop neer dat de kinderboerderij een plek is voor vertier. Dus voor vermaak. Maar ook zeg maar, om een goede dagbesteding te hebben. We hebben heel veel vrijwilligers. Mm-hmm. Vrijwilligers net als Brechtje en de kinderen die voor de verzorging van de dieren zijn. Er zijn ook mensen die ons helpen in de huishouding. Om zeg maar, vanuit de huiskamer mensen te kunnen ontvangen. We hebben inmiddels ook mensen binnengekregen die ons gaan helpen met educatie. Dus ik denk dat wij alles bij elkaar een beetje zo tussen de 30 en de 40 vrijwilligers zitten. Die ons op alle manieren helpen. En eigenlijk een hele mooie uitstraling hebben. Het is voor mij echt genieten op de kinderboerderij. Om te zien wat zeg maar, de consequentie is van het open hebben van de kinderboerderij. Dat is echt genieten. Ja, want hoe denk je dat iedereen dat belang inziet? Doordat ze komen. We zijn langzaam een beetje van de kinderboerderij aan het veranderen. Die voornamelijk de deur open had. En tegen de mensen zei van kom binnen en vertier je vooral. Naar ook in samenspraak met de gemeente dat we zeg maar, een plek willen zijn voor oudere mensen die met eenzaamheidsproblematiek kampen. Maar ook voor kleine kinderen. We willen eigenlijk voor alle groepen iets zijn. En we hebben nu heel recent educatie weer een nieuw leven ingeblazen. Dus ja, als je bij de kinderboerderij komt, dan kun je eigenlijk voor heel veel dingen er zijn. En het is met name dan gericht op de wijk Oost. Hè? Dus dat is eigenlijk ons primaire gebied. Mm-hmm. Voor 9000 mensen een plek hebben waar heel veel te beleven is. Ja. En alles heeft bij ons een kop en een kont in de dieren. Ja, wat wij ook organiseren. De dieren zijn er. Dat vertier, dat ontstaat vanzelf. Mensen die bij ons komen, die hebben interesse in de dieren. Maar ook heel veel in de kinderen die er rondlopen. Het is gewoon een hele mooie omgeving om te zijn. Weet je eigenlijk hoeveel bezoekers jullie hebben? Nee, dat hebben we nooit bijgehouden. Dat is ook geen doelstelling op zich. Mm-hmm. Maar er zijn er voldoende. Je ziet gewoon, zo gauw het een klein beetje weer is. Dan er zijn altijd mensen. Mm-hmm. Er zijn echt altijd mensen. Ja, de ene komt ook 5 minuten en de andere een half uur. Dan kun je ook, ja. En sinds kort hebben wij ook een beweegtuin voor de kinderboerderij gekregen. Overigens is daar morgen wordt er heel officieel een handtekening gezet.
gaan we zeg maar, het beheer van de beweegtuin van de generatietuin overnemen als Stichting Kinderbedrijf. Ja, die aan de overkant zit. Hè? Dat is aan de overkant, maar ook daar zijn dagelijks mensen te vinden. Ofwel voor sporten, dus zeg maar, de oudere sport. Dus ja, wat dat betreft is er bij ons van alles te beleven. Ja. Hey, Brechtje, hoe zijn jullie eigenlijk bij de kinderboerderij betrokken geraakt? Nou, ik had toentertijd nog hele kleine kinderen en ik ging daar eigenlijk heel vaak naartoe. Omdat ze natuurlijk ook wel heel erg gewoon leuk vonden, ook op die leeftijd al. En door de week wordt er door cello gevoerd. En dat zijn over het algemeen mensen die het wel in een vrij vast patroon zitten. Dus het is dan heel moeilijk om voor de kinderen zelf bijvoorbeeld ook mee te voeren dan. Omdat ja, mensen van cello hebben vaak gewoon zelf dan een opdracht en die gaan ze dus ook zelf uitvoeren. Mm-hmm. En dan is het niet de bedoeling dat je daartussendoor zelf initiatieven hebt. En dat vond ik wel een beetje jammer. Dat ik zoiets van, oh ja, ze zochten vrijwilligers. En ik denk, nou, als ik dan in het weekend ga voeren, dan kunnen ze dat wel. En ik vond het ook wel heel leuk voor ze om ook te zien waar gewoon die eieren vandaan komen. En ja, hoe alles in principe gewoon in het klein dan werkt. Ja. Dus dat was toen de reden voor mij om vrijwilliger te worden. Ja. En als we kijken nu naar de bezoekers vroeger en hoe het heen en daar. Zie je daar een bepaalde tendens in? Wordt het minder of wordt het meer? Nee, het was zeker niet minder. Ik heb zelf, want ik ben nu sinds begin vorig jaar bestuurslid. Ik zie dat er zeg maar, een toename is van bezoekers. Mm-hmm. Maar we zijn ook nieuwe dingen aan het doen. Er is nu educatiezolder hebben we gemaakt. Ja. Nou, dat gaat betekenen dat van de basisscholen uit Bokstel de groepen 1 tot en met 4 bij ons op bezoek staan. We zijn met twee scholen zijn wel concrete planningen aan het maken. Dus de aanloop is zeg maar, voor een deel spontaan. Eigenlijk een heel groot deel, maar voor een ander deel wordt het ook zeg maar, nu vormgegeven door te organiseren. Ja. Ja. Dus, we hebben een klein overzichtje van de dieren die op de boerderij wonen. Meiden, kunnen jullie eens meekijken daar op het scherm? Wie zien we daar? Ik zie de biggen en ik zie de kip. Ik zie de kaviaatjes ook en de konijnen. En de geiten en de kat en de paarden. En als jullie nu naar deze dieren kijken, hè, hebben jullie dan een lievelingsdier? Ja. Wie dan? Welke? Het konijn. En waarom het konijn dan? Omdat ik die heel leuk vind en ik kan ze fijn aaien. Ja. En hebben jullie zelf ook een huisdier? Of niet? Ja. Ja, twee honden. Twee honden. Oké. Okay. Wauw. Dat is wel... En hoe heet het honden? Rox. Je vertelde het net al, de vrijwilligers, voedervrijwilligers. Mogen de bezoekers eigenlijk de dieren ook voeren? Liever niet, want we willen zeg maar, een klein beetje beeld houden van wat de dieren te eten krijgen. Mm-hmm. Neem niet weg dat er denk ik af en toe best mensen spullen over. Dat hok en dan kunnen ze... Dat wou ik net zeggen. We hebben dus wel, zeg maar dat is ook de regie. Yeah. Dus we hebben een hok op het terrein staan. En daar kan voer uitgehaald worden. En dat is eigenlijk het reguliere voer wat de dieren krijgen. Maar het is voor ons ook zaak om de dieren gezond te houden. Dat is ook een bijzondere zorg. Hè. We zijn ook heel blij. We hebben het meest recent is er een dierenarts als bestuurslid bijgekomen. Om met name ook vanuit bestuur invulling te kunnen geven aan dierenwelzijn. En dan is het wel van belang dat je weet wat ze te eten krijgen. Dus vandaar dat we liever niet hebben dat mensen zelf spullen meebrengen. Daar zijn we heel erg keen op. Ja. Snap ik. Ja. En je zegt net al, we hebben veel vrijwilligers, die heb je ook nodig. Hoe komen jullie eigenlijk aan jullie financiële middelen met kinderen? Wij krijgen van de gemeente Bokstel is een best een groot bedrag, dat is 95.000 euro. Mm-hmm. Maar in de 95.000 euro zit eigenlijk alles, hè? Want er zit het gebouw in, er zit het terrein in. Daar moeten we ook mensen van betalen. We hebben drie mensen in dienst, twee via de WSD en eentje zeg maar, die we zelf in dienst hebben. Mm-hmm. En voor de rest is het, ja, dat is krap aan. Dus het is niet zo dat we in wilde leven. Want we zijn ook wel heel veel geld kwijt aan het maken van kosten. Dus wij hebben heel veel spontane vrijwilligers die ontzettend veel werk voor ons verzetten. En eigenlijk verdienen we daar, zeg maar, uurlonen mee en vaak ook materialen. De werf, de hobbycentrum Bokstel heeft recent voor ons nog iets gemaakt in het kader van zonnepanelen. Nou, op die manier proberen wij met heel veel mensen coalities te sluiten. En het zal je niet verbazen, en zeker niet als je zeg maar, het enthousiasme van deze kinderen hebt. Hmm. We hebben momenteel een heel erg goede naam in Bokstel. En daar gaat eigenlijk bijna iedere deur voor ons open als wij om hulp aanvragen. Ja. En Brechtje, waarom zouden volgens jou mensen vrijwilliger moeten worden? Het is gewoon heel erg leuk om te doen, hè dames? Ja. En... Ja, je komt ook met heel veel verschillende mensen in contact.
En ook met heel verschillende dieren. En dat is ook wel weer heel leuk. En ja, dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En je bent lekker buiten bezig. Ja. Gaan jullie morgen zelf nog iets doen? Op Werelddierendag? Ja. Wat dan? We zullen wel. Hou de microfoon zo voor je mond. Ik zou wel iets voor het paard willen maken, alleen ik weet nog niet precies wat. Maar ik denk wel iets met wortels. Ja. En jij? En ik had al dat bedacht van de varkens. Ja? En een taart voor Rox wilde je ook maken. Ja, ik wil ook nog een taart voor Rox maken. En ik had met mijn papa afgesproken. Ja. Dat papa de twee honden uit ging laten. En dat ik ondertussen in een bak waar altijd zo'n broeken in zaten. En allemaal snoepjes over stopte. Wow, hondensnoepjes. Ja. Dat is wel heel erg lief van jou. Ja. En ga je zelf nog iets doen, Jacques Morop? Ik ga morgen kijken. Nou ja, ik ga gewoon genieten van datgene. Wat, dat is echt waar. Je moet bij ons komen en dan zie je dat proces vanzelf gebeuren. En als je het enthousiasme van deze twee ambassadeurs zeg maar, nu uit horen gesproken hoort, dat is gewoon fantastisch om te zijn. Ja. Nou, ik zou zeggen morgen allemaal een hele fijne Werelddierendag. 4 oktober. Dank voor jullie komst in ieder geval. Graag gedaan. En voor de mensen thuis, wil je nou meer informatie over kinderboerderij of je wellicht opgeven als vrijwilliger? Want ik neem aan, je zoekt nog steeds. Precies, nog steeds vrijwilligers nodig. Neem even kijken op onze website www.omroepdommeland.nl. Dankjewel en fijne avond. Ik kom weer naar jou, Wil. Ja, dat dacht ik al. Hoe staat het ervoor? Nou, ze beginnen al aardig kleurtje te krijgen. Beginnen ze al aardig kleurtje te krijgen, ja? Zeker wel, zeker wel. Oh! Moet ook eens kijken. Dat ziet er al heel erg goed uit. Wat chokkes. Ja, voor de wedstrijd moeten ze veel ronder zijn. Hè? Is dat zo? Ja, dan moeten ze echt... En waarom? Dat is een onderdeel van de uitwendige beoordeling van, van de gehaktbal. Ja. Ja, de jury die krijgt zulke ballen binnen. Ja. En het eerste wat ze gaan bekijken is je mooi rond, is je mooi egaal van kleur. En dat zie je, deze, die is niet perfect. Daar zit een. Ik moet het eigenlijk niet laten zien. Er zit een scheurtje in van het bakken. Hè, maar, Ik vind dit wel een hele mooie ronde bal als ik eerlijk ben. Ja, deze wel. Maar ik krijg ze hier zo, in dit pannetje, krijg ik ze niet, niet zo mooi rond. En dat is een van de geheimen waar ik liever niet over praat om die ballen zo mooi rond te krijgen. Nee? Nee, dat ga ik niet vertellen. Klein geheimpje. Ja, nou, vooruit. IJsknijper. Maar dat is het niet. Ja. Met je handen neem ik aan, toch? Ja, met de handen. Mooi rollen, maar ja, hier zakken ze weer in elkaar. Hè. Maar dat komt ook omdat het gehakt vers gemengd met kruiden en ei. Eigenlijk moet hij een dagje in de koelkast staan, dat lekker op kan stijven. Dan bouwt hij zijn vorm ook beter. Hey, en waar eet je het liefst deze gehaktballen bij? Met wat? Met boerenkool, wortelstamp. Of op een broodje met een lekker sausje. En we hebben onlangs vorig weekend nog op proeflokaal gestaan in Liemt. Ja. Mooi evenement met de bierfeesten. Ja. En de trams die zijn in Liemt nog... Zag ik. Hebben ze aangedaan. En nou, daar hebben wij broodje bal verkocht. En dat doen we op meerdere evenementen. En dat slaagt altijd. Ja. Dat wordt gewaardeerd en... En waarom zou de gehaktbal nou in Nederland zo favoriet zijn? Zouden we nou zo fan zijn van de gehaktbal? Het is typisch Nederlands. En er werd gisteravond op die prijsuitreiking werd er ook over gesproken. Maar er is eigenlijk geen duidelijke oplossing voor aangedragen. En ja, gehakt. Het vlees waar je gebruikt voor gehakt... Dat was vroeger een afsnijseltje waar je, hè, van een lapje. Mm. En dan had je een hoop van die kleine stukjes waar je eigenlijk niet veel mee kon. Mm-hmm. Nou, daar draai je sliertjes van. En dat is ooit uitgevonden. Maar dat is al lang verleden tijd. Ja, die stukjes die gebruiken we natuurlijk nog wel voor gehakt. Maar als wij gehakt maken, moeten we daar speciaal vlees voor inkopen. Hè? Ja. Dus het is niet het afvalbakje van de slager, zeker niet. Hè? Dat zou ook te gek zijn. Maar zo is gehakt ontstaan. En daar zijn, er is een of andere slimmerik geweest die heeft gedacht van... nee, daar gaan we eens een lekkere bal van maken en braden. En dat is in Nederland aangeslagen. Kijk, inderdaad. Kan ik iets proeven of niet? Nog niet. Nog niet? Geert. Oh, ze zijn nog niet gaar.
Ze zijn nog niet gaar. Oh jee, oh jee. Kom jij niet meer langs nu? Nee, want ik ben, we zijn door de uitzending heen. Oh, is dat nou al om? Ja, dat gaat snel, is of niet? Is dat nou al om? Nou, hey, maar ik heb reserve. Maar die heb ik hier onder tafel staan. Het wordt steeds gekker hier. Kijk, ik heb me natuurlijk wel voorbereid op deze avond. Oh! En die zijn er gesneden. Daar waren die broodjes dus voor. Ja. En iedereen die hier is, die kan dadelijk proeven. Maar aan jou de eer dan om... Ja, graag. Om de eerste te zijn. Het is altijd zo. Ik ben ook helemaal niet het laatste jaar aangekomen of zo. Nou, jij kunt het best gebruiken. Ja, ik ken... Ik heb nog servetjes. Alsjeblieft. Ik ga jou ik ben benieuwd. Proeven. Oh! Heet, te heet. Nee. Oh. Het is inderdaad zacht. Zacht, lekker zacht. Heel lekker. Ja. Mm. Ja, die jury had echt zitten slapen, joh. Ja, echt? Ja. Echt, hè? Ja, echt. We gaan ze bellen. Ja. Wij gaan nu nog heerlijk genieten van deze heerlijke ballen. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Ik zou zeggen... Ga gewoon een gehaktbal halen. Eet je zelfs lekker op de bak op. Zou ik zo doen? Ja, ze smaken overal hoor. En ik zie jullie graag. Althans, ik zie jullie niet, want Claudia die is hier over 2 weken. Tot over 2 weken. Fijne avond, dag. Fijne avond. Ja.